Uiteraard was daar de grote favoriet Mathieu van der Poel, maar dit is Jelle Wolsink, Nederlander die als eerste het veld ingaat. Maar Van der Poel die zit al erg dicht natuurlijk. Hij start ook op die eerste startrij. En hij is niet van plan om lang te wachten. Al in de tweede ronde is hij weg met een Belg, met Matthias van de Velde. En die twee die hebben al een mooie voorsprong hoor. Maar Van der Poel die duldt eigenlijk niemand naast hem. Half koers. En hij besluit zijn slag te slaan, uiteraard. Hier in de achtergrond zien we dan Silvio Herklotz, die Duitser die we vorige week, waar we heel aangenaam kennis mee maakten. Van de Velden is daar ook nog. En een beetje verder volgt dan ook nog de nummer 2 in de stand om de superprestige. Onze landgenoot Wout van Aert. Hier Van der Poel, hier is Herklotz, die boomlange Duitser. In de achtergrond zien we Wout van Aert tegen de grond gaan. En dat kost hem sowieso al 2 plaatsen. Maar hij zit al met vrij snel terug op zijn fiets. Veel hoeft er daarom niet aan de hand te zijn. Deze man, ja, het gaat allemaal zo vanzelf. De jongste Van der Poel, geen probleem. En deze man, de Duitser, lijkt op weg naar een zekere tweede plaats. Voor plaats 3, 4, 5 kan het nog alle kanten uit. Kijk, daar komt Wout van Aert en die is in de laatste ronde. Die is zich nog aan het reppen hoor om dichter te komen. Maar bij Mathieu van der Poel komt hij helemaal niet meer. Mathieu van der Poel, hij wint zijn vierde superprestigewedstrijd van het seizoen al. Silvio Herklotz uit Duitsland wordt tweede. De Nederlander Koen Weijers derde. En Wout van Aert die wordt vierde. In de tussenstand om de superprestige heeft dat natuurlijk enkele gevolgen. Van der Poel die loopt iets wat uit op Wout van Aert. Hij heeft nu 7 punten voorsprong. Hij had er 4, dus dat ziet er erg goed uit voor Mathieu van der Poel. Goed, er is hier ook al gekoerst bij de beloften. Die wedstrijd is nog maar een kwartiertje geleden geëindigd en het was best leuk. Hier gaan ze het veld min of meer in de balkjes. En een landgenoot op kop, Tim Merlier. We zien hem niet zo vaak vooraan in de wedstrijd. Meestal start hij ook achteraan, maar start hier goed vooraan. En hij profiteert ervan. Merlier is weg. We zien die andere Van der Poel, Mathieu van der Poel, in tweede positie. Hier een van de weinige hindernissen, trapjes. Voor de rest makkelijk parcours. Maar zelfs die trapjes hier, struikeling voor Gert-Jan Bosman. Die trapjes kunnen voor problemen zorgen bij een aantal renners. Merlier wordt hier van de kop even afgelost door Stan Godry. Mickey van Empel zit daar ook. Veel Nederlanders, uiteraard. We zijn in Nederland. Veel draaien en keren en toch opletten, want het begint te regenen halverwege de cross. Hier wereldkampioen Lars van der Haren. Kijk eens wat een pelotonnetje. En elke keer in die aankomstzone valt het stil. Oké, dan ga ik nog maar eens weg, zegt Tim Merlier, de man uit Wortegem-Petegem. Hij gaat weg. Wie gaat reageren? Voorlopig niemand. Of is dit Wietse Bosmans? Ja, Wietse Bosmans. In slecht te doen de laatste weken. Gevallen in Hasselt, gevallen in Gaveren en gisteren in Kokseide ziek. Vannacht ook nog ziek, maar kijk, hij zit hier wel aan de leiding nu. Van der Haar komt daar ook af. Van der Haar voorbij Merlier, Van der Haar voorbij Bosmans en Lars van der Haar naar de leiding. Maar opnieuw valt het stil. Waarom? Dit stuk hier naar de weg toe. Ze vallen vooraan stil en Mike Teunissen in de achtergrond, die ziet dat Teunissen de winnaar van Hammezoge met de Zwitsers kampioen Arnaud Grand in zijn wiel. En kijk, ze zijn weer allemaal samen aan de balkjes. De regen gaat intussen steeds, het begint harder te regenen. Teunissen op kop, Van der Haar heeft dat gezien. Oké, tijd om aan te vallen. Teunissen zal misschien het gat wel laten, maar wie gaat achter hem? Opnieuw die Dekselse Tim Merlier. Merlier, jonge belofte nog, hè. 2 jaar geleden kampioen van België bij de juniores in Oostmalle. En rijdt hier tot nu toe zijn wedstrijd, zijn beste wedstrijd van het jaar. Merlier brengt Teunissen terug tot bij Lars van der Haar, die dan opnieuw versnelt. Kijk, hier flux over de balkjes en het gat wordt groter. We zijn op 2 ronden van het einde en wie moet het werk gaan doen? Het is niet te geloven. Opnieuw Tim Merlier met Grand in zijn wiel, Vinnie Braat. Merlier is nu aan het werken voor Braat, want ja, hij kan natuurlijk niet blijven gas geven in de hoop om zelf nog te winnen. Er zijn nu eenmaal grenzen aan het menselijke kunnen. Dat beseft Merlier zelf ook wel. Laatste keer dat Van der Haar over de finishlijn gaat. Het ziet er goed uit voor hem. Die strijd om de tweede plaats, dat zal spannender zijn. Nog 3 hier, nog 10 renners die daarvoor in aanmerking komen. Merlier nog altijd op kop. Godry zit daar nu ook. Godry en Teunissen. 3 renners van Rabobank. En niet te vergeten, op kop rijdt ook nog Lars van der Haar natuurlijk. Van der Haar ook een Rabobanker.
Gisteren in Kokzijde ook al oppermachtig met 5 renners in de top 5 bij de belofte. Het is afzien, maar het is genieten hoor dat Lars van der Haar doet. Lars van der Haar wint hier in Gieten. Vorig jaar deed hij dat ook al. En grote voorsprong en vooral grote blijdschap. Tweede plaats is voor Stan Godry. Derde plaats is voor Teunissen. 3-3 voor Nederland en de kampioen. Lars, dikke proficiat, maar ik heb je nog zelden zo blij over de streep zien komen. Ja, na gisteren toch eigenlijk wel een beetje baalde dat ik net niet 100% was. Was ik er toch wel op gebrand om er vandaag een wedstrijd van te maken. Omdat ik van vorig jaar had ik hier dan gewonnen in een massasprint, om het zo maar te noemen. En dat wilde ik dit jaar voorkomen. En de eerste ronde had ik het nog even zwaar, maar toen voelde ik me weer steeds beter worden. En toen heb ik er de pas op gelegd en toen heb ik toch 1 keer een demarrage geplaatst. En toen zat mooi, Mike Teunissen zat er mooi en ik denk, ja, nou moet ik doortrekken. En dat heb ik toen gedaan en toen kon ik heel snel, merkte ik, een gat uitbouwen. En toen ik al op een gegeven moment een half minuut hoorde, toen ben ik gaan recupereren. En wel nog steeds na de bochtjes aanzetten, maar daarna gewoon rustig gaan zitten. En het een beetje in de gaten houden of dat ze niet terugkwamen. En daar kwamen ze niet en dan kon ik natuurlijk mooi mijn tempo blijven rijden. Maar het was heel zwaar. Heel zwaar en maar een goede zaak dat wat Lars van der Haar hier vandaag gedaan heeft. Zijn voorsprong in de stand om de superprestige die gaat met sprongen vooruit natuurlijk. Want nummer 2, Wietse Bosmans, die eindigde pas 9e vandaag. Nummer 3, Gianni Vermeers, pas 14e of 15e. Dus goede zaak voor Lars van der Haar. Op naar de vrouwen ook. Zij waren hier al vroeg aan de slag, eerder op de dag. De nieuwelingen waren het vroegst weg. En kijk eens, hier is de wereldkampioene Marianne Vos. Zij doet mee in Gieten haar cyclocross. Seizoen is pas dit weekend begonnen en ze rijdt hier al meteen op kop. Wat een klasse. Marianne Vos in het wiel zien we daar in tweede positie. Daphne van den Brand. We zien ook Sanne van Paasen, derde. Helen Wyman, de Britse, in vierde positie. Voorlopig van Sanne Kant, onze landgenote geen sprake. Die zit daar in het groepje iets verderop. Hier in tweede positie in het wiel van Nikki Harris. Vos, goed hoor, gisteren al in haar, bij haar debuut tweede in Kokzijde. Achter deze Daphne van den Brand. Wyman, eerder op het jaar erg goed. Winnares van de wedstrijd in Ruddervoorde. En halfkoers en Marianne Vos zegt, weet je wat, één nederlaag is genoeg voor mij. Ik wil winnen. Marianne Vos wil overal winnen waar ze aan de start verschijnt. Hier Helen Wyman voorlopig in derde positie. En hier zit Sanne Kant in het wiel van Sabrina Stultjens, ploegmaat van Sanne van Paasen. Voorlopig in een pelotonnetje in strijd om de vierde plaats. Ja, het is genieten wat Marianne Vos doet. Van den Brand ziet al snel dat ze eigenlijk niks kan inbrengen tegen de wereldkampioenen. Haar truitje blijft mooi wit. Mooie overwinning voor Marianne Vos. Daphne van den Brand wordt hier tweede. En Helen Wyman pakt de derde plaats. En dan voor de vierde plaats wordt Sanne Kant nog geklopt door Sanne van Paasen. Maar alleszins hoed af voor Marianne Vos, mevrouw Marianne Vos, regerend wereldkampioene cyclocross, regerend Olympisch kampioene op de piste, regerend Nederlands kampioene op de weg, ook in het tijdrijden. Ze is ook regerend wereldkampioene in de scratch in de piste en ik kan nog heel lang doorgaan. Een zeer slechte dag hadden. Goede start van iedereen en Tommeke Meeuwissen al meteen naar de kop. Rob Peters, die zich op rechts even moest inhouden. En nu Stibar die goed doortrekt. Het is hier belangrijk als eerste die bocht te nemen. Maar die bocht die ligt nog glad. Ik wil wel eens zien of ze daar allemaal heel uit door geraken. Alleszins, Stibar zit daar goed met Klaas van Tornhout. Ook Bart Welles. En hier is die bocht. Allemaal in de remmen, maar het gaat goed. Ja, iedereen heeft die bocht goed doorleefd. Rob Peters zit daar nu goed vooraan. Stibar nog altijd. Nee, Peters als eerste gaat hij het veld ingaan voor Stibar. Daar zit ook nog Marcel Meijzen, zat daar in vierde, vijfde positie. Wel eens heel goed mee, hè? Ja, wel eens derde positie. Hij gaat hier zo meteen aan het hek passeren waar hij vorig jaar lelijk gevallen is. En Vincent Baastaans, altijd goede starter, goed vooraan. Ze gaan hier zo meteen aan de balkjes komen en dan eens kijken of er iemand overspringt. En vooral posities innemen. Kijk, Rob Peters. Ja, dat was. Het is riskant wat hij deed. Het is ook nip, die balkjes, hè. Ja. Ze liggen exact 40 centimeter hoog. Het is moeilijk. Nog eens kijken, Rob Peters. De eerste ging goed, maar dan die tweede. Hij ging te scheef met zijn fiets. Je mag van geluk spreken dat er geen valpartijen gebeurd zijn, alle dat hij Stibar al niet meepakt.
Maar hij zit nog altijd aan de leiding. Rob Peters, zeker en vast geprikkeld, was niet geselecteerd voor de wereldbeker in Kokzijde. Heeft daardoor ook niet gereden gisteren. Is hier gisteren al aangekomen in Gieten. Dat speelt allemaal mee. Geprikkelde renners rijden altijd iets sneller. En ze zijn met z'n tweeën al een klein kloofje. Het stelt niet veel voor, hoor. Maar laten we zeggen, 10 meter voorsprong op het heel lange lint. 49 renners, dat is het peloton waarmee ze hier van start gegaan zijn in Gieten. Het is vooral positie kiezen nog altijd nu, hè. Zoals we elke cross gewoon zijn, hè. De eerste ronde is een beetje aftasten, zoeken, positie kiezen. Ook het parcours een beetje terug aanvoelen, hè. Zeker vandaag. Het heeft hier al 3-4 keer geregend. De wind maakt het parcours ook terug droog elke keer. Daarom misschien dat we toch af en toe een fietswissel gaan zien. Een korte opstropping zagen we daar achter Van Tornhout. Het was Welles die daar even een kleine hapering had en daar de rest mee ophield. En daardoor kunnen Peters en Stibar profiteren om iets wat meer afstand te nemen. Peters die kijkt om, die ziet daar een schuiver van Tom Meeuwissen. Ja. Dat was heel snel door de bocht willen gaan. Ja, hij roept daarom zijn mechaniciens. Heeft... Ja, hij zei ook in het interview dat hij zijn tube helemaal verlegd heeft. Opnieuw, hè? Opnieuw, Tom Meeuwissen. Ja, ja, ja. Serieusproblemen. Misschien ook wel lek. Hier ziet je uiterst links in beeld Tom Meeuwissen en Chris Manaerts. Wat heb jij gezien? Ja, ik heb gezien dat Kevin Pauwels toch geen beste start genomen heeft, maar nu stilaan probeert op te schuiven. Daarnet in de materiaalpost hier 11e. Ja. We gaan het in de gaten houden waar Kevin Pauwels zit, inderdaad. Maar voorlopig hier Tom Meeuwissen, de winnaar van vorig jaar. Alleszins geen lekke band, maar wellicht misschien verkeerde keuze van tubus. Ook te hoog, te veel druk, te weinig druk en zo weer. Hij is toch lek, zeg. Hij staat, denk voor en achteraan, bijna helemaal lek zelfs. Zoals ik het kan zien. Of hij is alleszins het lekker rijden. Toch, want de tube ging helemaal tot op de velg. Voor de rest is het parcours al bij al niet te moeilijk. Maar door die regenval van deze ochtend ligt het er heel anders bij dan vanochtend vroeg of dan gisteren. Gisteren was het gewoon een vredeld criterium, eigenlijk, moeten we eerlijk zeggen. Passeren, Bart, passeren, want een Tom gaat niet avanceren met die tube. En Bart Welles heeft je goed begrepen, Mark. Ja, hij moet, hè. Hij moet, want er is al een serieus gat gevallen, inderdaad, met Klaas van Tornhout, die daar de meubelen probeert te redden. Hier is het echt ook in de remmen gaan, 180 graden draaien en weer naar omhoog. Als het hier nat ligt, dan is het levensgevaarlijk, dit bochtje. De kloof is 100 meter. Ja, en het is Nijzen toen, hè. Het is Nijs die het zelf moet doen, inderdaad. En we zien daar Kevin Pauwels in zowat 5-6 plaatsen achter Sven Nijs. Moeit zich voorlopig niet. Ja, ze hebben wel een heel zwaar wedstrijd in de been natuurlijk, gisteren. En bij de ene is die recuperatie wat beter dan bij de andere. En ja, dat verschil gaan we dan vandaag ook wel merken. Ja, en je kan moeilijk zeggen, bij jonge renners, die hebben er meer last van dan van zo'n twee wedstrijden op rij. Een Tom Meeuwissen bijvoorbeeld, kijk eens naar Stibar. Dit is mooi. Peters ook nu, zonder probleem. Ze oefenen er allemaal op, tegenwoordig. Het is een job, Mark. Ja, natuurlijk. Maar je moet het nog durven ook, hè. Ja. Het is niet alleen het oefenen, hè. Het is het lef hebben. Hij is niet, Tom wel. En vlot, hè. Ja. Want Tom verwachten we ook niet anders, hè. Ja, in de rest van de pakker gaan er daar weinig nog springen, denk ik. Er is minder volk dan op andere wedstrijden. Dat heeft uiteraard alles te maken met de populariteit van het veldrijden in Nederland. Is niet zoals bij ons. En de Vlamingen die graag naar de crossen komen. Wel, Gieten is wel ver natuurlijk. Hè. Pakweg tot Brussel, 350 à 400 kilometer. Kom je van West-Vlaanderen, zit je bijna aan de 500 kilometer. Hè. Ja, de verplaatsing van Kokzijde naar hier is toch dik 500 kilometer. Dat is, als je dat al even gaat bekijken, zit je bijna half Frankrijk. Van bij ons dan. Dat is toch wel veel. En dan na, toch wel zeggen, een van de zwaarste parcoursen die er in België zijn, Kokzijde. Dus het kruipt allemaal in de kleren. Ja, de meeste van de toprenners die hebben onderweg ergens geslapen. Nu, alle mannen die in het Antwerpse wonen, in Antwerpse campen, die zijn gewoon naar huis gereden. Want ja, Antwerpen ligt ook echt wel op de weg van Kokzijde naar Gieten. Dus pakweg Meeuwissen, Pauwels, Stibar, al die renners, die hebben gewoon thuis geslapen.
Nijs die de kloof aan het kleiner maken is. Nijs die doortrekt. Meeuwsen die volgt aardig. Dan Dieter van Toernout, de man die vorig jaar hier op het podium stond. Derde plek van Toernout hier in zesde positie op dit ogenblik. Ja, en Nijs heeft er ook stilaan ook wel voor gezorgd dat zijn groep eigenlijk ook stilletjes uit elkaar aan het vallen is. Hè? Ja, 12 seconden is op dit ogenblik de achterstand van de groep Nijs. Het is Tibar, dat is echt, dat is ervoor gaan. Dat is gaan voor seconden, dat is gaan voor voorsprong in de cross hier. Ja, het valt hier uit elkaar, hè. Nijs, hij lijkt misschien niet alles te geven, maar in grote versnelling trapt hij. Het is nu Arnhuis met Meeuws aan de tanden bijten van Toernout. Simunek zit daar ook nog. Ja. En Pauwels hangt er ook nog aan, hè. Hier van Amerongen met Baastaans. Het valt steeds meer uit elkaar. En dan een pelotonnetje van geslagenen met De Knecht, met Jim Arnouts, met Huenders zit daar ook nog, Chanel, Wildhaber, Gil, Sven van Toernout, Pfingsten en Boulot en nog twee anderen. Nog twee bochten en Nijs is erbij. Kijk naar die vlaggen, de wind die waait hier serieus hoor. En Nijs steeds dichter, Nijs rijdt ook verder weg van die mannen die bij hem zaten. Dus we gaan van 3 naar 4 leiders gaan. Sven Nijs heeft niemand meegebracht. Goed, 4 leiders, nog 7 ronden te gaan. En we kijken naar de chrono. Hier Kevin Pauwels. Die zag dat het te traag ging. En nu wil ik wel eens zien hoe lang Kevin Pauwels erover gaat doen om naar die leiders toe te rijden. Hier gaat het voorlopig niet snel genoeg. Met Van Toernout, met Arnouts, met Simunek en met Tom Meeuwsen. Meeuwsen die tijd verloor in die materiaalpost. Het ging daar niet zo snel. Hier Thijs van Amerongen met Baastaans. En dan een grote kloof op Pfingsten, op De Knecht. De zwoegende Chanel in zijn typische stijl. Marcel Meisen, die iets wat aan het terugvallen is na zijn goede start. Maar een jong renner, daar gaan we zeker in de toekomst nog van horen. Goed voor Duitsland. Dan komt Wildhaber met Gil, met Jim Arnouts, met Huenders, Sven van Toernout, Van Kompernolle, de Nuelare, Boulot. Dat zijn de eerste achtervolgers die daarachter kwamen nog. Hier, Pauwels, die is ontketend nu inmiddels ook. Ja, die heeft een serieus gat dichterin eigenlijk al van heel in achterstand. Hè. En ook, ik heb ook gezien dat Nijs ook nu gezien heeft dat er 2 man springt. Dus ik weet niet hoe ver dat hij dat al gezien had. En kijk eens hoe snel Kevin Pauwels daar komt. En dan wil ik die strijd wel eens zien tussen Nijs en Pauwels opnieuw. Want ja, ze mogen dan allemaal vrienden zijn in het veldrijden. Er is dit jaar toch al redelijk wat gebeurd tussen ja, de heerser van het afgelopen decennium en de coming man, de nieuwe koning van het veldrijden, Kevin Pauwels. Wanneer je hem ook verbaal bezig zag vanochtend, ja. Ja, het is gewoon eigenlijk een oude krijger die zijn troon niet wilde afstaan, hè, aan de jonge man, hetgeen dan logisch is. Hè. Ook wissel van Klaas van Toernout nu. En hij is erbij, hè. Hij is erbij, Kevin Pauwels. Nog 10 meter, meer is het niet. En nu ben ik ook wel eens benieuwd als Pauwels erbij komt. En Nijs zit er nu bij. Wat Stibar gaat doen. Dat vind ik wel belangrijk nu. Want ik had een indruk. Als we hier al een echte goede Stibar gezien hadden. Dan denk ik dat Stibar niet zo lang zou gewacht hebben met Rob en met Klaas, denk ik. Die valpartij van Dieter van Toernout. Hij leek goed te gaan over die balkjes, hè Mark? En dan? Hij zat eigenlijk ideaal. Hij laat een klein gaatje. Hij gaat naar rechts daar, voor ons links. Hij springt eerst de balk redelijk goed. Maar dan schiet hij volledig uit zijn klikker. Eerst met de linkse, dan de rechtse. En ja, dan is het gebeurd. En dan mag je van geluk spreken dat je fiets nog heel is. Want tegenwoordig het carbon heeft niet veel nodig om te breken. En dat was gelukkig niet. En hij kan verder. Ja, we gaan dan eens kijken. Voorlopig, daar komt hij in de verte. Hij zit terug op de fiets, alleszins Dieter van Toernout is aan het jagen, dus heeft zeker en vast geen problemen, geen mechanische problemen aan de fiets. Alleen een dreun gekregen op zijn lijf natuurlijk. Ja, Peters die blijft maar doorgaan. Ja, die denkt, ik wil wel in die wereldbeker in Igorre gaan rijden misschien. En op dit ogenblik heeft hij daar zeker en vast meer recht toe dan Yuri Adams. Die blijft een beetje sukkelen met de rug ook gisteren. Ik ook zei niet al te best. En Chris Manaerts, jij hebt ook iemand bij jou in het veld. Wel ja, ik sta bij de grote baas van Landbouwkrediet. Dat is Luc Verceelen. De grote baas ook van Sven Nijs meteen. Met wat voor gevoel heb jij gisteren die sprint beleefd om daar nog eens op terug te komen?
Well, ik vind het belangrijkste van de koers was eigenlijk de laatste bocht. En het feit dat Sven spectaculair daar de leiding neemt, is voor mij eigenlijk, daar wint hij de koers. Ik geef meteen het woord aan Mark Janssens. Leg dat eens uit. Dan denk ik dat Sven Nys misschien met iets meer druk rijdt dan de anderen. Dat hij minder comfort heeft om af te stoten. En voor de rest zou ik het eigenlijk ook niet echt weten, want het profiel denk ik niet. Dat mag volgens mij niet het probleem geven. Als dat een Reno of een Griffo profiel is of Sliks, gaan ze zeker niet rijden vandaag. Dat zal het zeker niet zijn. Ik denk dat het vooral de druk gaat zijn. Hè. Jij denkt dan aan meer, meer druk met het oog op die sprint, maar je kan toch even goed die laatste ronde aan de andere fiets nemen? Ja, of op één na laatste ronde? Ja, maar dan denk ik dat je een paar plaatsen gaat verliezen. En dat de risico denk ik niet aan Nys gaat willen lopen. Om bijvoorbeeld als eerste de post binnenrijden, vierde eruit komen en dan andere mannen het tempo even zo gaan leggen. Dat gaat hem meer plaatsen kosten, denk ik, dan nu die tube niet harder zetten. Jawel, Sven Nys mag het ons straks na de finish uitleggen. Alleszins, opnieuw springt hij niet. Rob Peters wel en gaat zo blijvend aan de leiding. En die andere mannen komen dichter, hoor. Met Tom Meeuwsen, met Arnouts en met Simunek. Van Tournout in de verte, die verliest terrein steeds meer. Maar deze mannen zijn nog niet uitgeteld. En stel je eens voor dat die erbij komen. Wie is de snelste van de acht? Tommeke Meeuwsen, hè? Jij zei net, wat gaat er om in het hoofd van Sven Nys? Ik zat eigenlijk meer te denken aan wat gaat er om in het hoofd van Stibar. Want je moet er twee man laten rijden, eigenlijk. En hij was toch wel gas aan het geven en hij krijgt de kloof gewoon niet dicht. Nee, het is een beetje het Stibar-syndroom van dit seizoen. Hè. Er altijd wel bij, maar als het erop aankomt, moet hij toch altijd één of twee anderen laten gaan. Het zijn niet altijd dezelfde. Nee, maar hij krijgt wel heel moeilijk en gewonnen. En ik denk dat dat een probleem is van heel het seizoen al. En hoe lang gaat dat duren? Dat probleem. Maar hij heeft nu toch ook zelf al aangekondigd in het interview. Ik heb heel hard getraind. Misschien heb ik wel iets te gedaan. En hier nu Van Tornhout. Wie gaat achter Van Tornhout gaan? Pauls zeker niet. Die zit daar als ploegmaat perfect in het wiel van Stibar. Peters die zat bij Van Tornhout. Die kon het hoge tempo niet aan. En Klaas Van Tornhout die gaat uiteraard niet wachten. Nog drie ronden hebben we hier te gaan. Het is... En Nys is hier. Nys legt nu toch stilaan. Hij had de koers eigenlijk onder controle, denk ik wel een beetje. Hè. Zoals ik al zei, hij heeft denk ik nog niet echt heel veel trappen te veel gegeven. Hij weet ook, Klaas is niet echt in superconditie de laatste weken. Even laten rijden. Zelf het commando of het heft in handen nemen op de weg. En dan in één keer daarnaartoe. En voilà, de koers kan terug beginnen. Ja. Klaas aan en Nys het wiel van beginnen. Sven Nys kiezen. Pauls heeft het gezien. Ja, Nys kijkt om. Nys gaat eraan beginnen. Hè. Heeft commando genomen. En ik denk dat hem nu even een knokje er gaan geven. Hè. Ja, nu is de vraag, kunnen die twee ploegmaats, Pauls en Van Tornhout, hebben ze iets aan elkaar? Ja, kijk, of nee? Ik wou net zeggen, Pauls mag niet te veel afgaan op Klaas Van Tornhout, want hij gaat het wiel niet kunnen houden. En heel goed gereageerd van Kevin. Hè. Ik vond het mooi om te zien hoe de sponsor van Sven Nys, Luc Verzeelen, zo glunderde en zo zelfzeker was. Kijk nu naar de verstelling van Pauls. Nee, het is even anticiperen op een juiste bocht van Sven Nys. Vraag is nu of dat Kevin gaat meewerken op de weg. Hè? Want daar zit de wind echt vol een bak tegen. Dat gaan we zo meteen zien, want ze gaan hier nu naar links draaien. En dan laatste rechte lijn in om nog twee ronden te gaan. Maar ik denk dat Nys ook vooral al bezig is. Gelijke stand met Stibar. Moest ik hier toch geklopt worden door Kevin, hetgeen dat heel reëel is natuurlijk, heb ik toch weer één punt gepakt op Stibar. En het is zo, zoals Nys ook dikwijls zegt, zo kan je een klassement winnen. Ja. Die andere leider in de stand om de superprestige, Stibar, is alles aan het geven. Hij heeft ook wel gezien dat Pauls aanvankelijk niet wilde meewerken. Dacht, daar is rivaliteit. Daar moet ik van profiteren. En hij gaat er nog altijd voor, hoor, Stibar. Hij heeft gelijk natuurlijk. Het is op het moment, hè. Maar wie zit daar in het wiel van Stibar? Ploegmaat van Sunweb Prevor natuurlijk. Klaas Van Tornhout, die speelt het ploegenspel uitstekend. Het hele jaar al.
Hij voelt zich daar ook goed bij, heeft niet meer alle druk om te moeten presteren in de ploeg. Ze zijn nu met twee, Pauwels en Van Tornhout. En Pauwels die heeft zeker en vast niet ontgoocheld dit jaar. Vorige week eindelijk zijn superprestigewedstrijd gewonnen in Gaveren. Maar dan anders toch ook al Tabor gewonnen, de Koppenberg, Ronse, Hasselt. Het is niet niks. Het zijn hoogdagen voor Kevin Pauwels uit Kanthout. Nu heeft Tom heeft een tussensprintje geplaatst om eerst in die groep te gaan zitten. Weet dat hij gaat springen en zo probeert toch die kloof toch dicht te rijden op Nijs en Pauwels. Want hij heeft ook wel gevoeld, denk ik, dat Stibar net niet sterk genoeg is om dat te gaan doen. En Pauwels heeft er ook trouwens alle belang bij om te rijden. Ja. Ook een punt is ook een punt voor Pauwels. Maar Meeuwsen is alles weer aan het legen, zichzelf aan het leegrijden vooral. Om te proberen nog terug te komen tot bij deze twee. We hebben Tom Meeuwsen op die manier al koersen weten winnen. Hè. Ik herinner mij nog die wereldbekerwedstrijd in Kanthout. Er ook aanhangen. Wat toch wel moeilijk als we dat, nu dat beeld weer al gezien hebben. Nijs die van beneden tot boven bijna recht staat op de pedalen. Dat is nog eens extra doortrekken. En dat gaat nu wel een doefje geven, eigenlijk, zal ik zeggen, naar Tom Meeuwsen toe. Hè. Ja, en misschien ook wel een beetje bij Kevin Pauwels, want die moet op de tanden bijten. Die komt elke keer terug. Maar na 3-4 pogingen, ja, in het begin lukt dat, maar een vijfde keer misschien niet meer. En Chris, jij hebt een kinder bij jou. Ja, ik heb inderdaad een kinder bij mij en je gaat ze hier horen toeroepen. Dat vind je de oma van Kevin. Ja, dat ben ik. Kom aan, Kevin, kom aan! Hoe gaat het met de hartslag? Heel goed, ja. Ook na gisteren? Het is niet beter als gisteren. Gisteren had ik het heel lelijk. Als ik er toen aan kunnen had, dan had mijn kopje minder geweest. Jij hebt het over Sven Nys. Ja, ik was heel kwaad op Sven Nys. Dat is heel lelijk dat ik gedaan heb. Oh. En als je hier 100 man tegenkomt, zijn er 99 die zeggen dat Kevin zijn dingen afgepakt. En wat gaat hij vandaag doen? Om dat te vermijden. Als hem durft met de Nijs naar de meet komen, is de Nijs eraan. Voilà, harde woorden van niet, Fintje, de oma. Je kan de Nijs niet af. Hè. Of de Nijs kan de Kevin niet af. Hè. In de sprint. Zo zijn oma's, je krijgt ze nooit stil. Ja, ik zou het niet graag aan de stok krijgen met de oma van Kevin Pauwels. Ja. Natuurlijk, zij praat natuurlijk uit het kamp als grootmoeder natuurlijk. Hè. En Pauwels die nu het commando overneemt, gaat hij hier gewoon zijn deel van het werk doen? Of wat is de bedoeling van Kevin Pauwels hier? Ik denk dat hij gewoon ook wel meewerkt natuurlijk. Hè. Hij heeft, zoals gezegd, die punten ook wel nodig. Hè. Hij zei naar Rudevoorde, oké, superprestige is voor mij verloren. Het kan heel rap keren en vandaag keert het weer al natuurlijk in zijn voordeel. Stilletjes aan. Als hij Nijs hier kan kloppen, komt hij één puntje korter. En dan zijn er maar vierde meer. Ja, Sven Nys, Kevin Pauwels. Eén van de twee gaat hier winnen. Sven Nys die heeft in Gieten al 7 keer gewonnen. Op dit parcours van Gieten nog geen enkele keer. Het is al het vierde parcours hier in Gieten. Jaarlang, de periode van Herijgers en De Bie, zaten we aan het Zwanemeerbos. We hebben 1 keer het WK gehad op het allermooiste parcours, aan het Hemelriek. We zijn daar gisteren ook eens gaan kijken. Eigenlijk is dat een enig mooie plek. En Gieten heeft zich kandidaat gesteld om het Europees kampioenschap veldrijden te organiseren in 2014. En dan zouden we terug aan het Hemelriek zijn. En dat zou echt een aanwinst zijn voor het veldrijden. Maar het is een probleem. Er is daar een domein van staatsbosbeheer. Je mag daar niet zomaar aan recreatie doen. Je mag daar ook niet. Je mag daar wel veel publiek ontvangen, maar je mag geen geld vragen aan de mensen die daar komen. En dat is allemaal een probleem. Dus, en nu zitten we hier in het centrum. Nijs dus, 7 keer winnaar. Dat was ik aan het vertellen. Nijs ook kandidaat om de Vlaamse Reus te winnen. Nu vrijdag. Hij is bij de 3 genomineerden. Dat is de prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de Vlaamse sportjournalisten. Nijs is genomineerd samen met wielrenner Jelle van Endert en met meerkamper Thomas van der Plaatsen. Ze moeten toch blijven rijden, hè, want ik zei er iemand in de achtergrond. Nijs had de kop opgedrongen aan Pauwels en ik had gedacht dat Nijs zeker niet meer ging overpakken. Maar dat doen we toch wel. Ik denk dat Nijs
berust in die zin van hoe kan hij... Hij weet al wel dat hij Pauwels moeilijk zal kwijtspelen in het veld. Dus het zal in de sprint moeten gebeuren. Hoe pak ik dat in godsnaam aan? Nu, Nijs is zo ervaren natuurlijk. Aan de andere kant, Kevin Pauwels zo leep en geslepen en verstandig. Foutje. Ja, waar meerdere runners die fout maken, maar niks aan de hand. Dan rijdt hij inderdaad best op kop. Heeft zelfs amper een seconde verloren. Ja, wat gebeurt daar toch elke keer? Ja, die tuben die zijn aangeladen met slijk en ze komen dan op die klinkertjes en die zijn sowieso vettig. Ja. En als je dan de bocht een klein beetje verkeerd inschat, dan maak je een slippertje, maar dat is tot hiertoe voor geen enkele renner een probleem geweest. Pauwels heeft er ook niet van geprofiteerd, bij manier van spreken, dus zoveel verliepen daar ook niet mee. Maar hier zitten we met die twee. En ik denk dat Nijs iets gaat moeten proberen. Een trucje gaan bovenhalen of een demarage plaatsen of ik weet niet wat. Want zo naar de meet gaan, dan denk ik dat het voor Pauwels gaat zijn. Ja, veel plaats, veel mogelijkheden heeft hij niet meer om iets te proberen. Op dit parcours ja, zijn eigenlijk... Er ligt geen zand, er ligt geen modder. Ja, dat heb je niet in de hand natuurlijk, het is mooi weer. Al weken aan een stuk en het beetje regen van vanochtend heeft er al bij al niet te veel aan veranderd. Er is dat trapje, er zijn die balkjes. Het is vooral Nijs die... ik denk dat Rob Peters in de derde positie aan het komen is. Dat hij vooral die man in de ogen heeft, of meester, ik heb het niet echt kunnen zien. Ja, er is vooral naar die renner aan het kijken. Dus ja, is niet echt niet meer denk ik, bezig met die sprint winnen of nog mee iets uit zijn mouw schudden, zal ik zeggen. Ja, misschien kan de cameraman even uitpannen of even wachten op die derde renner dat we zien. Wie daar in die derde positie hangt, Meeuwse of Peters. Hier alleszins de twee leiders. Nijsse die... Peters. Het is Rob Peters. En Rob ziet ze rijden, ja. Voilà, hier Nijs, de remmen dicht. Oh, surplus. Oh, ja, dit is pokeren, Dit is gokken. En daar is Rob Peters dan. Rob Peters komt bij Nijs en bij Pauwels. Maar we zijn hier al in die laatste rechte lijn. Nijs moet gaan op kop. Wat gaat hier nu gebeuren? Ze blijven nog altijd wachten. Het is kijken naar Peters. Peters is er bijna bij, maar de sprint wordt nog altijd niet in volle gang gezet. Nijs op kop. Pauwels goed in het wiel. Nijs rechtdoor spurten. Pauwels komt er langs nu. Nijs is altijd Nijs. En Nijs die wint hoor. Nijs wint voor Pauwels. Geen discussie mogelijk. En daar is misschien ook ineens mee recht gezet wat er gisteren aan de hand was. Dit is een zuivere sprint. En ja, Gerrit valt hier niks op aan te merken. Sven Nijs de sterkste zonder twijfel. Klaas van Tornhout, vierde plaats ontgoocheld. Meeuwse, vijfde. Stibar, zesde. Veel puntenverlies. Ja. Nee, ik denk dat met deze sprint denk dat Nijs vooral bezig geweest heeft van... als ze dan toch zeggen dat ik niet rechtdoor kan sprinten, dan ga ik het hier vandaag eens bewijzen. Hij weegt zelfs geen 10 centimeter af, hè? Nee. En het zat in kopken, hè? Ja, het is gewoon ja. Hij wou hier gewoon winnen. Hier Bart Arnouts na zijn derde plaats in Kokzijde, een zevende in Gieten. Wat ook wil zeggen, als je op Nijs een teen trapt, dat je niet altijd klopt. Hè? Ja, dat geldt voor meerdere renners natuurlijk. Hier Simonek die gaat achtste worden, spurtje voor de negende plaats tussen Dieter van Tournout en Van Amerongen. Maar Van Amerongen die heeft het al snel begrepen. Dus acht hier voor BKCP Power Plus. Radomir Simonek groet zijn vader. Hier Dieter van Tournout en tiende Thijs van Amerongen. Marcel Meijzen. Meijzen elfde. Ik denk dat Sven van Tournout daar dan aankomt als twaalfde. Met de knecht. Ja. En dan Van Kompernolle, die elke week een plaatsje opschuift. Van Kompernolle die gaat hier veertiende worden. Heeft hij nog een jaar of drie geleden gewonnen bij de beloften?
1. Dus Nijs, sprintzegen tegen Kevin Pauwels. Het is de uitslag van gisteren. Rob Peters dus 3e. Klaas van Tornhout 4e. Ja, 5 Belgen in de top 5. Tom Meeuwse 5e. Meeuwse de winnaar van vorig jaar. Stibar 6e. Doet alleszins 11 plaatsen beter dan vorig jaar. Dat is goed, maar doet een slechte zaak in de tussenstand om de superprestige. Want hij leidde samen met Sven Nijs. Arnouds 7e. Radomir Šimunek in de Memorial Šimunek 8e. Dieter van Tournout 9e. En Thijs van Amerongen 10e. Dat was de uitslag. Top 10. Ik denk dat Meisen 11e was, als ik mij nog herinner. Ja, en puntjes op de i gezet hè, in een sprint met Kevin Pauwels rechtdoor. Ja, het is denk ik wel... Ik heb al heel veel emoties doorstaan door mijn carrière. En op een gegeven moment denk je van, ik heb nu alles meegemaakt. Gisteren sta je dan in het oog van de storm. Je krijgt pro en contra. En dan kom je vandaag opnieuw tegen diezelfde concurrent, opnieuw in een spurt. Ja, als je dan weer aan het langste eind trekt, ik denk dat meer dan ooit nu het echt wel gewoon één lijn was. Hij heeft naast mij gezeten op deze moment. En ik voelde dat hij het niet kon houden. En ik zat wind op kop, vol in de spurt. En puur op adrenaline. Dat geeft wel een kick, moet ik zeggen. Geloofde je erin in die laatste ronde, toen je die samen inging met Kevin Pauwels? Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd veel meer oog gehad voor Stibar vandaag. Hij is meeleider in het klassement. Hij reed weg in het begin en ik heb onmiddellijk mijn verantwoordelijkheid genomen, de kloof gedicht en de juiste tactiek toegepast. Ik heb 70% van de koers met gewone griffo's gereden. Ik heb daardoor heel, heel veel krachten kunnen sparen. Ik ben op het juiste moment overgeschakeld naar Rino's. Kon ik iets meer in de bocht mijn ding doen. En dat heeft het verschil gemaakt naar het einde toe. Als je 2 dagen zo'n crossen moet rijden en je kan wat krachten sparen in het begin van de wedstrijd. Je hebt dan wel problemen in de bochten, maar dat kon ik goed bijbenen. En dat was de tactiek vooraf. En ik had ook tegen mijn ploegmaat gezegd, zo kan je hier de koers winnen. Je moet iets anders doen dan iemand anders. En ik heb hier ooit nog zo gewonnen. En ik wist natuurlijk wel dat als ik die 70% kon overbruggen en ik was nog mee, dan heb ik een grote kans en dat is gelukt. Leider Sven Nijs heeft 65 punten. Dat zijn er 5 meer dan Stibar op dit ogenblik. Stibar die een slechte zaak gedaan heeft. Dus Nijs 5 punten voorsprong op Stibar. Pauwels die volgt op, die is 3e, die heeft 6 punten achterstand. Dus eigenlijk wel best spannend opnieuw geworden. Pauwels terug in de running na zijn slechte start in het begin van het seizoen.